sentirás. Oh Yolanda, ecos at last. Fijn dat jullie er zijn. We zijn er heel blij mee voor deze, voor ons, een hele bijzondere dag. Wees welkom en geniet vandaag. Dank je wel. Wat een welkom. Met een zo'n prachtige zanger. We hebben niet alles letterlijk kunnen verstaan, maar alleen de sfeer was al voldoende. Een ontmoeting. Tja, in ons leven ontmoeten wij heel vaak mensen. Elkaar goedendag zeggen. Elkaar ontmoeten op het werk. Elkaar ontmoeten tijdens het uitgaan, tijdens het sporten. Allerlei soorten van ontmoetingen. Maar een ontmoeting die van alles teweeg brengt, die mensen in vervoering brengt, die het leven van twee mensen op zijn kop zet, dat is zomaar iets meer dan een ontmoeting. Wat is dat dan toch? Die chemie tussen mensen, tussen twee mensen. Twee mensen die elkaar ontmoeten op welke manier dan ook, elkaar zien, met elkaar in gesprek komen en dan ontstaat er soms iets. Waarom nou juist die twee mensen die wat meer voelen voor elkaar dan alleen maar vriendschap of elkaar aantrekkelijk vinden of aardig vinden? Het blijft en het is het mysterie van de aantrekkingskracht tussen mensen. Altijd weer zo bijzonder. Ook in onze moderne wereld met allerlei vormen van communicatietechnieken. In deze moderne wereld in het jaar 2018 vond er een ontmoeting plaats. Tussen twee mensen, een man en een vrouw. Eerst aftasten. Hoe en wat is die ander? Zijn er raakvlakken? Hoe communiceert iemand? Bij deze twee mensen klopte het vanaf het begin. Die bewuste chemie was er vanaf het begin aanwezig. Telefoneren. Veel telefonisch contact. Heel veel contact. Appen. Heel veel appen. Ze deelden hun levens met elkaar. Het heden en het verleden. Vreugde en verdriet. Ups en downs. Ze deelden hun hobby's. Beiden zijn het ondernemende mensen. Beiden hebben ze gevoel voor humor. Beiden hebben ze iets op hun eigen wijze met dieren. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Ieder mens is tenslotte uniek. Ieder met een uniek karakter, een unieke persoonlijkheid en een uniek verleden. Zoals wij hier allemaal zijn, zijn wij ook allen unieke mensen hier op aarde. Ja, dan word je na een moment van veel telefoneren, veel appen, toch nieuwsgierig. Hè? Hoe ziet iemand er nou in levende lijven uit? Zo werd er een datum afgesproken. Om precies te zijn op 4 december 2018 in de Boterlab te Harderwijk. De vrouw was een uur van tevoren aanwezig. Zij wilde pertinent voorkomen
dat hij er al zat en zij moest zoeken. En stel je toch eens voor dat het zou tegenvallen. Hij arriveerde op tijd. Kwam naar haar toe en het voelde goed. Ze hadden het gezellig met elkaar. Geen gebrek aan woorden. Geen afstand. Het voelde gewoon vertrouwd. De man woonde destijds in Harderwijk en zij in Wapenveld. Een aantal dagen nadien bezocht hij haar. Een bijzondere mooie plek in Wapenveld, midden in de natuur, met veel dieren. Heel veel dieren buiten, maar ook veel huisdieren. Honden in overvloed, Jack Russells, Rottweilers, Chihuahuas. De eerste keer kwam de meest bij de hand de hond Jip aangelopen en gaf de man spontaan een kus of een lik op zijn mond. Een bijzonder welkom. Hoe dan ook, de man voelde zich gelijk thuis daar in Wapenveld. Hij kwam en hij is nooit meer weggegaan. De twee kregen een relatie. Tijdens de nieuwjaarsborrel besloten ze om samen te gaan wonen en toosten op een toekomst samen. Zo gingen ze het jaar 2019 in. Hun relatie werd hechter en hechter. En op een gegeven moment willen ze hun liefde voor elkaar bevestigen door een huwelijk. Hij ging op de knieën en vroeg haar volgens een eeuwenoude traditie zijn muze. Zoals in de kunstwereld wordt gezegd, is dat altijd de bron van inspiratie. Zijn muze ten huwelijk. En op die vraag antwoordde de vrouw, ja, ik wil wel met jou trouwen. En dan terugkijkend, wat is het allemaal snel gegaan. In een sneltreinvaart. Ongetwijfeld zullen mensen in hun omgeving gedacht hebben, wat gaat dit allemaal razendsnel. Maar de twee beseften maar al te goed dat tijd niet belangrijk is. Wanneer je al een groot deel van het leven hebt geleefd en door bergen en dalen bent gegaan, dan zijn tijd en leeftijd ondergeschikt aan een intens gevoel van liefde voor elkaar. En waarom dan wachten? Het leven mag je vieren. En wanneer je dan weer de liefde ontmoet, dan mag je die kans met beide handen pakken. Met een verlovingsarrangement vieren ze hun verloving op 17 april 2019... in het hotel Het Rode Koper. Een trouwdatum werd geprikt. En wel op 24 augustus 2019... op het landgoed Maxisbergen te Wapenveld. Er werden uitnodigingskaarten verstuurd om hun gasten uit te nodigen om deze vreugdevolle dag samen te kunnen vieren. En zo zijn we hier bij elkaar. Welkom, Jolanda en Goos. Jullie dag, jullie plek, een persoonlijke plek. Omgeven door de mensen die jullie lief zijn. En omgeven door de dieren die jullie zo lief zijn. En die intro die ging vanzelfsprekend over jullie. Dat hadden we allemaal al wel begrepen. Jij hebt je gasten, ook namens Jolanda, al welkom geheten. Op deze, voor jullie, wat ik al zei, vertrouwde en bijzondere plek. Dat geeft veel extra's. Als je op zo'n plek elkaar het ja-woord mag geven. Dat maakt het allemaal nog veel persoonlijker dan dat het al is. Ik heet u ook allen welkom. Naast de familieleden, vrienden en andere genodigden. U heeft allen op een eigen wijze een band met Jolanda en Goos. En vandaag, 24 augustus 2019, gaan dit unieke stel mensen trouwen. Jullie zijn het enige bruidspaar, een uniek bruidspaar. Want er is op de wereld geen andere Goos van Putten en geen andere Jolanda Muze. En jullie gaan, zoals dat zo mooi heet, in het openbaar verklaren om verder als man en vrouw door het leven te willen gaan. Zoals ik het al zei, het is allemaal snel gegaan. Maar het is zeker een weloverwogen en een hele bewuste keuze in jullie leven. Ja, jullie hebben mij als trouwambtenaar gevraagd en ik ben Ditte Jagersma. En ik ben trouwambtenaar in Heerde en Wapenveld valt onder de gemeente Heerde. En ik was een aantal weken geleden bij jullie op bezoek. En ik ben een echte Heerdenaar. Ik zeg wel eens kind van Heerde. En ik kende deze mooie plek zo dichtbij niet. Groot Stokkert, natuurlijk, wel bekend. Bos hierachter is ook wel bekend. Maar dit landgoed kende ik niet. Ik was dan ook blij verrast toen ik hier aankwam rijden. Al die dieren en de omgeving. Prachtig. En het was een beetje donker al.
en een enthousiaste man, waarvan ik stiekem dacht, hij lijkt wel een broer van Marco Bakker. Die verwelkomde mij. En daarna maakte ik kennis met de vrouw des huizes. Nee, ik denk niet dat hij zo goed kan zingen. Ja, ik weet, denk het niet. Maar dat zou wel heel verrassend zijn als u zo goed kunt zingen als die andere meneer. Oké, dat gaat... Dat gaat u misschien nog beleven vandaag. Daarna maakte ik kennis met de vrouw des huizes. Zij keek duidelijk even de kat uit de boom. Maar al snel begonnen beiden tijdens onze kennismaking te praten over hun levens. Zo leerde ik hen een heel klein beetje kennen. Twee mensen die tegenover mij aan de eettafel zaten begonnen geanimeerd te vertellen over hun zoektocht in het leven. En jullie kennen hen allemaal veel beter dan ik. Toch ga ik iets heel kort zeggen. Een hele korte interpretatie van hetgeen jullie mij vertelden. Jolanda, je groeide op in Haarlem in een gezin met een broer. Een sprankelend, jong, ondernemend meisje. Zo jong als ze was, zat het ondernemerschap al in haar bloed. Op de bollevelden blijven na de oogst altijd bloemen staan. Die plukte dan de jonge Jolanda. Maakte er mooie bossen van en verkocht ze later weer op straat. Voor een leuk prijsje wel te verstaan. Of gewoon patat kopen en deze zelf gaan frituren om deze vervolgens deur aan deur te gaan verkopen. Wilde zij van jongs af aan al ondernemer worden? Nee, dat was als kind niet haar droom, niet haar ambitie. Vroeger wilde ze graag dierenarts worden. Maar jemig, dat was zo'n lange studie, dus dat werd het niet. Na haar middelbare school deed ze de opleiding voor verpleegkundigen en dat werd haar beroep. OK-verpleegkundige. Mooi vak. Maar toch kwam het ondernemen steeds weer om de hoek kijken. Ze startte samen met een collega een kinderdagverblijf. En dat groeide en groeide. Uiteindelijk had ze 6 kinderdagverblijven en 75 vrouwen in dienst. Op een gegeven moment nam haar leven een andere wending. Ze verhuisde naar Otterlo en ging verder met een andere wijze van ondernemen. Zo'n 11 jaar geleden verhuisde ze naar Wapenveld. De Veluwe bleef voor haar een mooie plek. Op dit landgoed met de vele hectares ontwikkelde ze een compleet lustoord voor dieren. Of het nu Grand Prix paarden, exoten of de meest meer bekende dieren zijn. Het zijn haar dieren en die vertoeven hier op deze prachtige plek. Waar mens en natuur en het dier op liefdevolle wijze samenkomen. Op deze plek gedijt Jolanda. Samen met al die mensen die haar helpen bij de zorg voor het landgoed en de dieren. Ik zou nog wel even door kunnen gaan met alle dingen waar jij je mee bezighoudt. Maar dat gaan we niet doen. Het belangrijkste is, Jolanda, dit alles om jou heen. Hier voel jij je thuis. En dat is een rijkdom. Vooral wanneer je dat kunt en mag delen met anderen. En dan Goos. Ja, Goos. Hij groeide op in Amsterdam. In een gezin met een zus en 2 broers, waarvan 1 in herinnering. Woonde als kind naast Artis. Klom dan stiekem regelmatig over het hek om de oppassers te helpen. Prachtig vond hij het om de ara's op de schouders naar het hok te mogen brengen. De jonge Goos ontwikkelde zich eerst in de bouwwereld. Hij werd bouwkundig opzichter. Maar ook hij bleek ondernemend te zijn. Assurantiewerkzaamheden om uiteindelijk in de makelaardij terecht te komen. Herinneringen aan de verhuurpanden in Amsterdam ten tijde van ook die lastige krakersperiode. Al die prachtige oude bouwstijlen in Amsterdam, nog altijd reuze interessant voor jou. Na 1983 zelfstandig begonnen met Makelaardij BV omgeving Haarlemmermeer met het kantoor in Zwanenburg. In 2012 was het om allerlei redenen niet meer levensvatbaar en je had geen opvolger. Een lastige periode, omdat je ook in 2011 een ernstig ongeluk kreeg. In die periode was je bezig met overleven. Gelukkig mocht je herstellen. Je pakte de draad van het leven weer op. En dat deed je met heel veel kracht en energie. Jouw expertise aan anderen overbrengen op de hogeschool, waar jij de vakken vastgoedkunde en makelaardijleer mag doseren. Iets wat jou goed ligt. Je woonde voordat je Jolanda leerde kennen in Harderwijk. En doordat Jolanda jouw levenspad kruiste, kwam je hier terecht op dit landgoed, op de Veluwe.
De Veluwe, waar je altijd al zo'n fervent liefhebber van was. Je kwam hier, ging niet meer weg, want dit is de plek waar jij je thuis voelt. Voor jullie is de cirkel rond. Eigenlijk hadden jullie elkaar misschien wel veel eerder op een andere wijze kunnen ontmoeten. Maar dat was niet zo. Maar wel een feit is dat vanaf ontmoeting 1 er heel veel overeenkomsten waren. Eigenlijk zoveel dat toeval niet bestaat. Want samen hebben jullie de nodige levenservaringen. Samen hebben jullie afzonderlijk hoogtepunten, maar ook dieptepunten meegemaakt. Samen kunnen jullie vreugde en verdriet delen en begrijpen elkaar. Samen houden jullie van humor, gezelligheid, lekker eten en alles wat daarbij hoort. Samen kunnen ze ondernemend sparren. Samen delen ze de liefde voor elkaar en voor hun naasten. Samen delen ze de liefde voor de dieren en de natuur. En samen zijn ze dankbaar dat ze elkaar ontmoet hebben. Samen hebben ze het gevoel dat ze voor elkaar bestemd zijn. En samen zijn ze klaar om de volgende stap in hun leven te gaan zetten. Door samen te gaan trouwen. Nou, wij hopen, tenminste dat hopen wij wel, dat jullie straks ja gaan zeggen. Ja, maar jullie gaan ook ja zeggen tegen de wet. En die wet kent een aantal bepalingen en die zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Die neem ik nooit mee. Ik lees een paar bepalingen voor uit het burgerlijk wetboek en daar staan een aantal rechten en plichten in. En ik hou het altijd heel kort tot een paar bepalingen. Deze gaan over gelijkheid en het samen verantwoordelijk zijn voor je huwelijk. Je bent elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Prachtige ambtelijke taal. Je bent verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Dat is een heel breed begrip, het nodige, zegt de wet. Wat niet in het burgerlijk wetboek staat, is dat een huwelijk in de eerste plaats een overeenkomst van twee mensen is die van elkaar houden. Trouwen is nauw verbonden met vertrouwen. En trouwen is ook nauw verbonden met trouw. En trouwen is nauw verbonden met vertrouwelijkheid. Ja, ik heb het al gezegd, soms moet je als mens door diepe dalen gaan om uiteindelijk weer op die berg te kunnen staan. Of anders gezegd, je hebt soms die donkere nacht nodig om juist die prachtige sterren te kunnen zien. En wanneer je dan opnieuw de liefde ontmoet, dan krijg je een nieuwe kans. Want hoe je het ook wendt of keert, een leven zonder liefde, in welke vorm dan ook, dat is eigenlijk een heel armzalig bestaan. Als je van iemand houdt, hoef je eigenlijk ook niet te begrijpen wat er buiten om je heen gebeurt. Omdat alles binnenin je gebeurt. Dat is liefde en dat is niet te verklaren. Dat is ook het mooie van liefde, het begrip in het algemeen. Ja, we zijn aangekomen bij dat moment suprême. De voltrekking van jullie huwelijk. En ja, daarvoor heb ik in de eerste plaats jullie bevestigende antwoorden nodig. Samen met handtekeningen en de handtekeningen van jullie getuigen. En getuigen zijn tijdens een huwelijk, dat is meer dan alleen maar een handtekening onder een akte zetten. En, of zoals het in de volksmond wel heet, een boterbriefje halen in het gemeentehuis. Nee, een getuige, dat zijn mensen die je na aan het hart liggen. Waar je iets bijzonders mee hebt. En vaak wil je er wel veel meer kiezen. Maar van de wet mag je er maximaal maar 2 per persoon nemen. En dat hebben jullie ook gedaan. 4 mensen die voor jullie gaan getuigen. Voor Jolanda gaan getuigen Eline Marjolein Thijssen van Putten. Dat is de dochter van Goos. En Cornelis Langelaar, zwager. Ja. En voor Goos getuigen zijn kleindochters Amber Thijssen en Esmee Thijssen. Ja, voordat wij tot de officiële voltrekking van jullie huwelijk overgaan, ga ik jullie vragen, Jolanda en Goos, om een belofte uit te spreken aan elkaar. Lieve Jo, het is al gezegd, vanaf het eerste moment dat wij elkaar zagen, zeiden we samen, beiden, die hoort bij mij. Dat hebben we ook op onze trouwkaart gezet. En voordat wij inderdaad straks het wettelijke ja-woord gaan uitspreken, beloof ik jou met al mijn liefde die ik in me heb voor jou te zorgen in de komende tijd. Tot aan het
het einde van ons leven. En ik ben er ook trots op, heel trots, dat jij mijn vrouw bent en dat je ook vanaf nu mijn naam draagt. Dank je, ik hou van je. Lieve Goos, ik kan alleen maar bij jouw woorden aansluiten. Ik ben ook heel blij dat we elkaar ontmoet hebben en dat we straks elkaar het ja-woord gaan geven. Ik hoop ook dat wij nog lang in goede gezondheid gelukkig met elkaar zijn. En Eline, ik heb het al eerder gezegd, al heeft u maar één poot, ik blijf hem trouw tot aan zijn dood. Ik vond het heel bijzonder dat jullie samen een belofte naar elkaar, van belofte, uitspraken uit het hoofd. En mooier kan ik het ook niet zeggen. Misschien had ik al wat gras voor je voeten weggemaaid. Maar uit jouw mond klinkt het oprechter en beter, Goos. En voor Jolanda geldt hetzelfde. Het is altijd bijzonder als een bruidspaar dat doet. Want je stelt je op zo'n moment erg kwetsbaar op. En dan, dat maakt het altijd iets heel extra's. En je hoort de dieren reageren erop. Die zeggen, vrouw en man, jullie hebben dat goed gedaan. Mag ik jullie verzoeken als teken van liefde en trouw elkaar de rechterhand te geven? Zijn jullie het ermee eens? Ja. Goosen van Putten, neem jij tot jouw wettig echtgenote Jolanda Elisabeth Wilhelmina Muze. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Goos, wat is daarop jouw antwoord? Ja, van ganse harte. Jolanda Elisabeth Wilhelmina Muze, neem jij tot jouw wettig echtgenoot Goosen van Putten en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Jolanda, wat is daarop jouw antwoord? Ja, heel graag. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heerden in bijzijn van jullie getuigen en alle aanwezigen hier dat vanaf dit moment in naam der wet Goosen van Putten en Jolanda Elisabeth Wilhelmina Muze als man en vrouw aan elkaar zijn verbonden. Waarvan akte proficiat. Jullie zijn getrouwd. Ja, mevrouw en meneer van Putten Muze. Dat wil je dan aan de wereld laten zien. En dat doe je door middel van een ring. En die worden jullie aangereikt door Jennifer. Jennifer. Dan mag eerst Eline Marjolein van Putten, de dochter van de bruidegom. Blijft hem achter staan, ja, dat is mooi. Heavenly Father, we've come to thee. Meneer Cornelis Langelaar, ja, zwager. Dank u wel, meneer. Ja, dan gaan we de beide kleindochters even vragen. Amber Leonie Thijssen en Esme Marjolein Thijssen.
Vandaag op 24 augustus 2019 is op het landgoed Maxiesbergen in Wapenveld in de gemeente Heerde het huwelijk voltrokken van Goossen van Putten. Geboren te Amsterdam op 23 september 1948. En Jolanda Elisabeth Wilhelmina Muze, geboren te Haarlem op 8 juli 1958. En de bruidegom, die is een zoon van Willemijntje Bunschoten en van Adrianus Theodorus Johannes van Putten. Beiden in liefdevolle herinnering. De bruid is een dochter van Elisabeth Johanna Niesen en van Willem Johannes Muze. Ook beiden in liefdevolle herinnering. Als getuigen zijn vertegenwoordigd Eline Marjolein van Putten, dochter van de bruidegom. Amber Leonie Thijssen, kleindochter van de bruidegom. Esmee Marjolein Thijssen, kleindochter van de bruidegom. En Cornelis Langelaar, zwager van het bruidspaar. Zo gaan jullie de boeken in vanaf dit moment. Voor de wet. Ja, jullie zijn getrouwd. En ik feliciteer jullie van harte. En ik wens jullie een heel goed leven samen toe. En ik feliciteer jullie ook van harte met dit mooie stel mensen. En jullie krijgen vandaag nog het een en ander voorgeschoteld, heb ik begrepen. Dus ik denk dat het een hele bijzondere en vreugdevolle dag gaat worden. Maar van harte proficiat met Goos en Jolanda. Vandaag, Goos en Jolanda, 24 augustus op dit prachtige landgoed, zijn officieel twee werelden samengevoegd tot één. Twee levens zijn voor de wet met elkaar verbonden. Jullie gaven twee antwoorden. En jullie zeiden dat, bekrachtigden dat nog extra. Maar het gaat vooral om dat ene kleine woordje. Dat ja. Maar in dat hele kleine woordje, dat piepkleine woord, daar wordt wel een grote belofte gehoord. Ja, Goos, ik wil jouw vrouw zijn. Ja, Jolanda, ik wil jouw man zijn. En jullie zijn twee mensen, samen één. En jullie hebben door die ene ontmoeting de liefde omarmd. En dan kun je met recht die woorden die zo mooi op jullie uitnodigingskaart staan, die op tafel staat. Vanaf het moment dat ik je zag, dacht ik, jij hoort bij mij. Toen kwam er van dag tot dag steeds meer liefde bij. Die woorden van eenvoud, zo mooi, die raken. Ik heb een kaart. Daarin staat mijn felicitatie. Ik heb er op de linkerzijde twee zinnetjes opgezet. Want overdaad gaat. Er staat op, vertrouw jij op mij, ik geloof in jou. Aan de voorkant staat een beeldje. Ik ben ook een beetje beeldhouwer. Een bronzen beeld. Ontstaan uit een twee-eenheid. De ruimte erin is bewust gemaakt. Dat symboliseert de vrijheid. Vrijheid in het leven, ook vrijheid binnen het huwelijk. Dat je jezelf kunt zijn, dat je jezelf mag ontplooien. En bovenaan een omarming, een gevoel van troost, geborgenheid. Maar vooral van die liefde. En die liefde, die wens ik jullie toe namens al die naaste mensen om jullie heen. Heel veel geluk op jullie huwelijkspad en op jullie liefdespad. Dank jullie wel. En ik ga nu vragen of de ceremoniemeester, ja, die zit er vooraan. En die gaat het nu van mij overnemen. Ja, dan heb ik het verzoek namens Goos en Jolanda dat het feliciteren kan plaatsvinden in de receptieruimte. Dat is daar, dat is vanaf 5 uur. Zij trekken zich even terug met de naaste familie. De mensen, de vrienden en de familie met de corsage, die mogen hier even blijven. En dan wil ik de rest verzoeken om even met mij mee te lopen weer naar de receptieruimte. En dan voor iedereen geldt dat bij de receptieruimte straks komen Goos en Jolanda daar. En dan is er gelegenheid voor iedereen om te feliciteren. Thank you.
Jolanda, Jolanda, Jolanda. Le devi un bacio e poi la posbocio. La la la.
boom.
champagne was er in de limousine. We hebben echt het heel leuk gehad. En daarna zijn we naar een Italiaanse kookworkshop gegaan. En hebben we met elkaar het eten bereid. En daarna mochten we dat allemaal opeten. Nou Lies, dat was... Als je mij nu vraagt, wat vond je van die avond? Dan zeg ik... Nou leuk! Dus snap hem eens niet, ik leg het later op avond nog alleen maar. In ieder geval vonden wij het wel zo leuk dat we... Yvonne die zei van, we gaan een boekje maken. En Jennifer heeft dat in haar bezit. Ja. En die wil jou overhandigen. Alsjeblieft. En heel veel plezier ermee. Iedereen nog een fijne avond. To concave our time, get sure this is our faith. I'm your organ, don't you, papa, scoot your over now, scoot your over closer, dear, so I can nibble your ear, scoot your papa. Yeah. See, I've been spending way too long checking my tongue in the mirror, bending over backwards, trying to see it clearer, but my breath fucked up the plans. So I drew a face and I left. Clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away.
Wat we hebben ontvangen, heel hartelijk dank daarvoor. Maar we willen natuurlijk ook een paar mensen bijzonder bedanken, die alles ook gezorgd hebben dat hier zo keurig geregeld is. En dan allereerst al het personeel van het cateringbedrijf Jan van Hogen. Heel hartelijk dank voor jullie service. Het was een genot om jullie in ons midden te hebben en met de rust en de manier waarop jullie hier om zijn gegaan. Wij vonden het fantastisch. Dank jullie wel daarvoor. En ja, dan kom ik uiteraard ook bij de ceremoniemeesters. Want wij hebben natuurlijk zelf wel een bepaald plan voor ogen gehad voor deze dag. En daar hebben wij heel veel studie van gemaakt en heel veel tijd ingestoken samen. Maar uiteindelijk hebben we twee ceremoniemeesters gevonden, Janke van der Kaap en Caroline van het Hul. Die hebben ook heel veel werk gezet en alles geregeld en georganiseerd. En wij willen jullie daar ook heel hartelijk voor bedanken. En jullie krijgen straks aan het einde van de avond nog even een leuk centje van ons. Dus, dank u wel. En ja, bij een huwelijksfeest en de bruid die heeft een boeket en die wordt ook nog wel eens weggegooid. Dat doen we niet, want het boeket is te mooi om weg te gooien, want dan zou die helemaal naar de bliksem gaan. Dus dat doen we niet, maar we geven hem weg. Ja, doe dat. Geef hem weg. Wie zal hem krijgen? Wie meent ze niet? Nou, wie meent ze? Hij hoort bij jou. Hij hoort bij jou. Dankjewel. Dankjewel, wat lief. Ja, dat had ik echt niet verwacht. Wees te zuinig. Ik zal heel zuinig mee zijn. Ik moet een fans zoeken. Die gaat komen. Maar die gaat zeker komen voor jou. Ja, nou wie? Nou, ik weet niet of hij gaat komen. Hij is sowieso al geboren, dus met dat komen. Nee, en van de rest, beste mensen, we hebben hierna gewoon ons feest. Dansen, muziek en alles wat daarbij hoort. Voetjes van de vloer, die van mij gaan, je best. Wat zeg jij? Dus ik ga graag toekijken hoe jullie hier helemaal losgaan. Maar wij doen wel straks even de openingsdans. En het is een voorzichtig schuifeltje. Maar ja, het is mij niet meer gegeven vandaag om dat te gaan doen. Maar heel veel dank voor alles wat het vandaag heeft gegeven voor ons. En ik mag het doen namens jou toch. Mevrouw van Putten. I can't help it.
if I cry. I remember that you said van de anderen.
hoort het bij mij. Zoals jij hoort. Bij jou en mij. Dus een proost op het kruisvaar. Kom eens hier vandaan. Sluit de rijen. Zoals jij hoort, bij jou en mij. Laat ze me proosten op het leven. Laat ze leven.